Om de Tweede Wereldoorlog te bestuderen hoef je niet uitsluitend te wennen tot militaire aantekeningen en verhalen van de steeds schaarser wordende overlevenden. Mijn gast kijkt naar films, games en stripboeken. Zijn leerstoel populaire historische cultuur en oorlog combineert hij met zijn werk voor het NIOT, het Instituut voor Oorlogs- en Holocaust- en Genocide-studies. Mag ik een applaus voor professor Kees Ribbens. Toch even een brutale vraag. Ik stel me zo voor, fascinatie voor oorlog, die begint al heel vroeg. Met oorlogje spelen in het park. Ik kan het niet ontkennen. Ik herinner me inderdaad nog een jeugdfoto waarop ik met een of andere helm en een soort van speerachtig geval in mijn handen sta. Maar ik geloof niet dat er echt sprake is van continuïteit tussen wat ik toen als vijfjarige deed en wat ik vandaag de dag uitspook. Het is wat serieuzer geworden. U heeft geschiedenis gestudeerd, op een gegeven moment gaan promoveren. Wanneer werd oorlog serieus onderwerp van studie voor u? Eigenlijk pas vrij laat. Ik ben er volgens mij merkwaardig genoeg in geslaagd om het grootste deel van mijn geschiedenisstudie destijds de Tweede Wereldoorlog zo goed als te ontwijken. Waarom, weet ik niet. Ik geloof niet dat daar een diepere reden voor was. Daarna ben ik mij niet zozeer op de geschiedenis zelf gaan richten, maar meer op het herdenken inderdaad van allerlei zaken. Het herdenken bijvoorbeeld van de totstandkoming van het Koninkrijk in 1813, hoe we dat in 1963, 150 jaar na dato, heb ik gevierd. Wat we overigens dit jaar weer doen. En als je het hebt over herdenken in Nederland, dan kom je eigenlijk al heel snel uit bij 4 en 5 mei, de dagen waarop we de Tweede Wereldoorlog in gedachtenis brengen. Wat opvallend genoeg trouwens ook de enige officiële herdenkingsdagen zijn die wij in Nederland hebben naast alle christelijke feestdagen. Dus dat zegt ook wel iets over het belang van de Tweede Wereldoorlog, zoals we dat tot op de dag van vandaag ervaren. Dus dat is niet alleen historisch belang, daar wordt natuurlijk ook een grote morele betekenis aan verleend. Ja, die morele betekenis die vinden we voor een deel terug, zegt u, in populaire cultuur, in films, in series, in stripboeken, tentoonstellingen, games. Dat is een beetje eigenaardig toch om die oorlog te bestuderen door niet te kijken naar, ik noem het maar even, de echte geschiedenis, maar naar de weergave daarvan in populaire cultuur. Ja, maar mijn claim is ook niet zozeer dat ik de oorlog zelf bestudeer. Mijn claim is inderdaad dat ik zeg maar het nachtleven, inderdaad de herinnering of de vervormingen, de representaties van die oorlog probeer te bestuderen. Dat als zodanig is niet nieuw. Het voorbeeld dat ik net gaf, het bestuderen inderdaad van herdenkingen, is iets wat zeker de laatste jaren, de laatste twee decennia eigenlijk al mainstream is geworden. Niet alleen in de geschiedbeoefening, in de geschiedwetenschap, maar ook in de cultuurstudies. Wat nieuw is, is volgens mij inderdaad het idee van dat je gaat kijken van hoe het zeg maar gestalte krijgt buiten dat terrein waar of academici, met name historici, grip op hebben. Dus de geschiedschrijving, zeg maar de producten van Lou de Jong en al zijn latere en eerdere collega's. En de producten waar zeg maar de overheid en de politiek grip op heeft. Dat zijn vooral de herdenkingen, officiële herinneringsmomenten. Wat relatief nieuw is, is dat je inderdaad gaat kijken van hoe krijgt die oorlog eigenlijk gestalt, hoe krijgt die vorm, maar ook inhoud op het terrein van de populaire cultuur. Want we komen er allemaal mee in aanraking inderdaad. Velen van ons, althans de mannelijke variant daarvan, zullen ongetwijfeld ook soldaatje hebben gespeeld of met plastic soldaatjes hebben gespeeld, modelvliegtuigbouw hebben bedreven. Er zijn vandaag de dag nog allerlei lieden die zich als soldaat uit de jaren 40 uitdossen onder het label reenactment. Er zijn heel veel bestemmingen die we als toeristen inderdaad bezoeken tijdens onze vakanties die met de Tweede Wereldoorlog te maken hebben. Dat kan inderdaad gaan om bestemmingen als bunkers aan de Atlantikwal. Dat kan gaan om bezoeken aan Auschwitz. We zijn misschien niet geneigd om die uitsluitend als een toeristische activiteit te beschouwen, maar ze behoren ook tot dat domein inderdaad van de vrije tijd, tot het domein inderdaad van de leisure culture die steeds sterker is geworden. Wat vinden uw collega historici ervan dat u naar films, games en toeristische attracties kijkt? Ik denk dat de meningen verdeeld zijn. Ik denk dat sommigen het erg interessant vinden, sommigen vinden het spannend. Sommigen kijken misschien iets wat jaloers. En er zijn ook collega's die het volstrekt flauwkul vinden dat dit serieus wordt genomen. Wat zegt u dan tegen ze? Hoe legt u het belang uit? Nou, ik probeer het uit te leggen door erop te wijzen dat historici koesteren misschien wel het idee, althans sommige van mijn collega's koesteren het idee dat historici zeg maar de dominante kracht zijn waar het gaat om het neerzetten van beelden over het verleden. Ik probeer dat naast te zetten inderdaad van ja kijk, we hebben natuurlijk wel een aandeel in de beelden en de kennis die mensen dragen met zich meedragen over het verleden. Maar wij zijn niet de enige toeleverancier, we hebben wat dat betreft geen monopolie. Ook bij die herdenking. Je zou zelfs kunnen zeggen dat historici een verwaarloosbare rol hebben als je het vergelijkt met de macht van Hollywood bijvoorbeeld in onze perceptie van oorlog. Ik denk dat het inderdaad standaard is dat wij daar bescheiden in zijn en dat we niet al te veel pretenties moeten hebben. Tegelijkertijd geloof ik er wel in dat het verstandig is om te kijken wat onze specialiteit is. En dat is namelijk inderdaad het kritisch toetsen van kennis. Kijken of iets waar is, kijken waar die claims
over die kennis op gebaseerd zijn. En die kunnen we toetsen. En we kunnen ook zeg maar interpretatiekaders aanreiken van hoe moet je dat verleden als het ware duiden. Is de manier waarop wij daar vandaag de dag tegenaan kijken wel hetzelfde of enigszins vergelijkbaar met de manier waarop er destijds tegen die gebeurtenissen en ontwikkeling werd aangekeken? Dat is volgens mij hele essentiële historische kennis. Dat is kennis waar academisch gevormde historici een belangrijk aandeel in kunnen leveren. Maar nogmaals, dat is één aanvoerstroom van historische kennis, historische informatie, historische beelden, naast allerlei andere stromen. En willen wij als historici goed weten wat onze betekenis is, dan moeten we dus ook gaan kijken inderdaad wat er in die context om ons heen gebeurt. En in belangrijke mate bestaat dat uit al die populaire verbeeldingen inderdaad van games. We nemen een greep uit die context en we kijken naar een stukje uit de film van Quentin Tarantino, Inglourious Basterds, een niet onomstreden film over de Tweede Wereldoorlog. Voor de mensen die hem niet gezien hebben, gaat over een groep Amerikanen die op eigen houtje behind enemy lines is gedropt tussen 40 en 45 begonnen is met het afslachten van nazi's. Die naar eigen maatstaven de zaken recht worden zeggen. Ja. An American Secret Service advert that lives deep behind enemy lines will be your assist. The Germans call them the bastards. The bastards? Never heard of them. Jerry's have heard of them. Because these Yanks have been them the devil. You'll be dropped into France, about 24 kilometers outside of Paris. The bastards will be waiting for you. How will I know her? I suspect that won't be too much trouble for you. Dit is aardig over de top, deze film. Maar toch waren er behoorlijk wat mensen op tegen. Omdat het een van de belangrijkste gebeurtenissen uit de 20e eeuw pakt. En daar een volkomen eigen draai aan geeft. Hoe kijkt u daarnaar als historicus? Nou, ik vind het vooral een interessant fenomeen, moet ik zeggen. Omdat het feit dat zo'n film gemaakt kan worden en het feit dat het grotendeels positief is onthaald. Hij heeft goede bezoekerscijfers gehaald in veel landen. Geeft aan dat heel veel kijkers inderdaad wel degelijk onderscheid kunnen maken tussen de historische werkelijkheid van de Tweede Wereldoorlog en de veel vrijere, lichtvoetigere manier inderdaad, ironisch, sarcastische manier inderdaad, waarop we daar vandaag de dag allerlei culturele producties van kunnen maken. In zoverre denk ik dat het aangeeft. Maar dit is de wetenschapper aan het woord. U kijkt zo'n film en dan denkt, ik vind het een goede film. Of kunt u het niet meer loszien van die betekenis die wij daar allemaal aan zouden kunnen hechten? Het is lastig om dat helemaal van elkaar los te zien. Als ik zo'n film kijk, dan heb ik wel een geslaagde avond. Ik zal dat niet ontkennen. Maar er knaagt altijd een stemmetje in je achterhoofd hoe moeten we dit zien? Welke andere boodschappen zitten hierin? Op welke manier kun je dit interpreteren? Wat verandert dit aan ons beeld? Bevestigt dit juist de beelden die wij hebben? En ik denk dat het aardige hier is van aan de ene kant inderdaad biedt het wel degelijk iets nieuws. Het is niet zomaar, laat ik zeggen, een doorsnee Amerikaanse oorlogsfilm zoals je die in de jaren 50 en 60 veel had. Waarin gewoon geschoten werd inderdaad totdat de laatste slechte Duitser inderdaad was overwonnen. Waarbij er uiteraard altijd een Duitser was die bij wijze van uitzondering inderdaad de gentleman officer uitbeeldde. Dus het absolute kwaad had ook wel weer zijn zachte kanten. Maar wat je hierin ziet is dat de hele element inderdaad van de Jodenvolging, de wraakneming daarop een belangrijke rol speelt. En dat hele element inderdaad van de Holocaust is pas decennia na dato inderdaad onderdeel geworden van allerlei films en onderdeel geworden van die populaire cultuur. Dus wat dat betreft, het schuilt geen kwaad in, zegt u eigenlijk. Het is niet dat jonge mensen die zo'n film zien, die denken die een verdraaid beeld krijgen van de geschiedenis. Nou kijk, dat risico is op zich wel aanwezig, maar dat hangt een beetje af van de context waarin ze het zien. Kijk, die jonge kinderen die gaan ook inderdaad, naar ik aanneem, naar school. En daarin krijgen ze een op feiten gebaseerd relatie van die Tweede Wereldoorlog te horen. Dus als het goed is, kunnen ze voor ze ook in zekere zin een onderscheid maken tussen dat feitelijk correcte relatie inderdaad uit Sinusles en dat meer verzonnen relatie wat hier dan in Glorious Bastards ten tonele wordt gespreid. Dat vinden sommige mensen dan ook niet wenselijk. Zelfs niet als kijkers, zelfs als jonge kijkers dat onderscheid kunnen maken. Vanwege het idee inderdaad dat daar zeg maar iets van een voetstuk wordt afgehaald. Je ontneemt mensen ook in zekere zin iets. Namelijk het feit dat de oorlog een hele belangrijke positie heeft die op een voetstuk staat. Die soms een beetje heilig verklaard lijkt te zijn. Mm-hmm. Als het laatste historische baken dat wij nog erkennen in deze samenleving. Ja, dat ligt uiteraard gevoelig. Maar ja, ik kan daar van alles van vinden. Anderen kunnen daar van alles van vinden. Maar het feit is gewoon, er is een enorme hoos aan vertoningen, aan games, films, toneelstukken.
hoorspelen, stripverhalen, noem het maar op, die de Tweede Wereldoorlog inderdaad minder serieus nemen. Ik bedoel, dat is gewoon een gegeven. Ik denk dat het verstandig is om te kijken van hoe we dat moeten duiden, dan dat we ons zorgen gaan maken of dat nou zo vreselijk is. Want ja, eerlijk gezegd, daar kunnen wij bitter weinig aan veranderen. En hoe politiek is het bijvoorbeeld? De manier waarop zo'n film gebracht wordt, hoe goed en kwaad neergezet wordt. Inderdaad, de Duitse waar we misschien wel... laten we even naar een fragmentje kijken. Een stukje uit The Pianist, film van Roman Polanski. Ook een recente film waarin een Poolse pianist in een verlaten ghetto, ik meen in Warschau terechtkomt, op zoek gaat naar eten, in ieder geval maanden, misschien jaren, geen piano meer heeft gespeeld en dan een Duitse officier treft op zijn zoektocht naar een blikje en daar door gedwongen wordt eigenlijk om weer even achter de piano te kruipen. Ja. Het is de Duitse die hem, waarvan je even denkt, die neemt hem mee, die voert hem af of die knalt hem door zijn kop. Mm-hmm. Muziek brengt ze dichter bij elkaar. Mm-hmm. Wat zijn dit soort boodschappen? Hè? Is dat iets waar we voor uit moeten kijken in dit soort films? Nou ja, uitkijken is ook weer zo'n groot woord. Ik denk dat je er wel verstandig aan doet om je bewust te zijn van de kaders waarin zoiets gemaakt wordt. Kijk, een film, een doorsnee speelfilm duurt, laten we zeggen, anderhalf, maximaal 2 uur inderdaad. Mm-hmm. Dus er moet heel veel informatie, zeker een film als deze, die inderdaad gebaseerd is op een daadwerkelijk historisch persoon, gecomprimeerd worden. Er moeten echt keuzes worden gemaakt. Dat betekent, op zijn minst dat het waarschijnlijk is, dat er op bepaalde clichés, op bepaalde stereotypen wordt teruggegrepen. Dat zie je hier bijvoorbeeld ook. Dit is inderdaad een Duitser, een officier inderdaad. Iemand die blijkbaar van cultuur houdt. Dus Duitsland was blijkbaar toch ook wel het land inderdaad van de dichter en de denker. Zo iemand zit dan als het ware ook weer tussen die culturele invulling van de Duitse natie en het nationaal socialisme. Hier lijkt hij, zeg maar, de ondergedoken Joodse pianist inderdaad tegemoet te komen. Later in de film zullen we zien inderdaad dat hij niet altijd inderdaad die barmhartige positie inneemt. Je ziet dat er allerlei dilemma's worden opgevoerd inderdaad. Dat is natuurlijk de manier waarop wij drama inderdaad presenteren, waarop wij drama beleven en waarop wij dus inderdaad ook verhalen van de Tweede Wereldoorlog tot ons nemen. Kijk, in zo'n film is dat in een vrij kort bestek. Maar eigenlijk is het zo dat in feitelijk elke presentatie die gaat over verleden, die daar helemaal of gedeeltelijk op gebaseerd is, worden er keuzes gemaakt, wordt de zaak op het scherpst gezet om dit soort dilemma's zo helder mogelijk zichtbaar te maken. Maar bestaat, laat ik het anders vragen, bestaat er bijvoorbeeld verschil tussen de Amerikaanse oorlogsfilm of de Europese oorlogsfilm? Ik denk grosso modo wel, maar tegelijkertijd zijn ze ook wel enigszins naar elkaar toegegroeid. Juist ook omdat heel veel van die films, ook heel veel romans en andere culturele vertolkingen, die zijn gemaakt door mensen die kennis hebben genomen inderdaad van alles wat er zo een beetje geproduceerd is in de afgelopen 6-7 decennia. Het is een enorme hoos inderdaad aan voorstellingen, aan representaties geweest. Iedereen pikt daar het zijne uit. Maar ik denk dat aan de ene kant is het heel moeilijk om dat te spreken van nationale tradities in dat soort vertolkingen.
Wat daarmee ook op gespannen voet staat met herdenkingen bijvoorbeeld, die wel heel erg sterk nationaal kleuren. Maar het is wel zo dat we die Amerikaan, doordat wij veel Amerikaanse films kijken, is dat we eigenlijk ook alleen maar films zien over Amerikaanse conflicten of conflicten waar de Amerikaanse krijgsmacht in betrokken is geweest. Dat is toch op zijn minst een dubieus gegeven. Ja, dat klopt. Ik bedoel, wat dat betreft is de Amerikaanse beeldvorming heel erg dominant. Ik bedoel, deels heeft dat te maken met Amerikaanse aandeel in de Tweede Wereldoorlog, maar ook in latere conflicten inderdaad, die vervolgens weer in allerlei films en romans en dergelijke terecht zijn gekomen. Het Engels is ook een voor ons relatief toegankelijke taal inderdaad, dus er wordt veel uit die talen inderdaad in het Nederlands beschikbaar gesteld, of we lezen de originele inderdaad. De Amerikanen zijn ook heel erg sterk inderdaad in de hedendaagse game-industrie. Dus ook daar zie je veel conflicten inderdaad. De Tweede Wereldoorlog, maar ook recenter, trouwens ook enkele oudere conflicten, die inderdaad vanuit een Amerikaans standpunt worden neergezet. Geleidelijk aan zie je wel dat er ook elders inderdaad games worden gemaakt. Bijvoorbeeld er zijn ook game-studio's inderdaad in Nederland, in Japan, in Duitsland en elders. Maar het blijft erg moeilijk om daar een soort tegenwicht in te vinden. Tegelijkertijd, je zou ook kunnen zeggen van het beeld van de oorlog, zoals we dat meekrijgen, is zodanig sterk op de ervaringen in Nederland geënt. Dat zit dan niet alleen in herdenking, dat zit ook in wat we in het geschiedsonderwijs meekrijgen. Wat dat betreft is het misschien helemaal niet zo gek dat er een soort tegenwicht is vanuit een ander land. Alleen dat tegenwicht is misschien wel erg eenzijdig, eenduidig Amerikaans ingevuld. Geleidelijk aan geloof ik wel dat ook films wat meer van de wereld laten zien in dat opzicht. Er zijn een aantal films die bijvoorbeeld de koloniale aspecten van de Tweede Wereldoorlog en trouwens ook van de Eerste Wereldoorlog tonen. Een paar jaar geleden had je een mooie Franse film, Indigène, over koloniale troepen uit Noord-Afrika inderdaad, die werden ingezet bij de bevrijding van Europa. Dat heeft dan misschien weer een parallel met Marokkanen in Nederland, die de aandacht vragen voor inderdaad de rol van Marokkaanse soldaten bij de bevrijding van Europa. Dus je ziet, het is niet uitsluitend een Amerikaans beeld dat via die populaire media tot ons komt. Dat Amerikaanse aandeel is wel heel sterk. De variëteit wordt volgens mij wel steeds groter. En ik denk dat Amerikaanse films vandaag de dag misschien toch iets genuanceerder zijn, zich iets meer bewust tonen van die diverse opvattingen inderdaad, dan grote blockbusters die pakken in de jaren 60 ook. Ja, onder het juk van Hollywood uit. U maakt zich weinig zorgen daarover. Dan even naar de niet uitsluitend zorgen. Naar de games. Ja. Ik stel me zo voor dat u geen ontzettend fervent gamer bent, of heb ik het mis? Nee, dat is een juiste inschatting inderdaad. Moesten die games eraan toegevoegd worden aan het onderzoeksproject om ook een beetje de link naar deze tijd te maken? Of is het iets waarvan u... Nee. Ik vind wel dat ze daar integraal onderdeel van uitmaken. Ik heb het wat dat betreft zelf aangedragen inderdaad, omdat ik denk van je moet wel heel goed gaan kijken naar de ontwikkelingen zoals die tot op de dag van vandaag plaatsvinden. Ja, dan kun je moeilijk zeggen inderdaad van ik reken film inderdaad als nieuw medium en daarna houdt het voor mij zo'n beetje op. Ik bedoel, dat zou wel erg getuigen van een oogkleppen. Maar hoe ging dit? U heeft de PlayStation uitgehaald, Call of Duty geïnstalleerd en... Ik heb mij wat dat betreft inderdaad vooral laten leiden door een aantal studenten die daar veel beter in thuis zijn, die mij trouwens ook de weg hebben geweest naar YouTube, waar je dus inderdaad filmpjes kunt bekijken hoe anderen die games spelen en die daarmee duidelijk maken wat de mogelijkheden zijn. En wat ik daarin ook met name interessant vond, en dat was zonder meer nieuw voor mij, is het idee inderdaad hoezeer die mensen betrokken worden in het spel dat ze spelen. Boven hen ligt als het ware de geschiedenis, althans de geschiedenis als je wordt uitgebeeld in het specifieke game waar ze op dat moment mee bezig zijn, ligt open. Ze hebben het idee, althans die suggestie wordt gewekt, dat zij meesturen inderdaad aan de richting waar die geschiedenis naartoe gaat. En dat is natuurlijk pure fictie, dat kan niet anders, want je kunt alleen maar die dingen doen, je kunt die ontwikkelingen mogelijk maken die de makers inderdaad van die game hebben bedacht van tevoren. Maar er zijn verschillende trajecten, het is niet het ene traject zoals de geschiedenis uiteindelijk verlopen is. Dus dat maakt dat je misschien toch iets bewuster bent van het feit dat alles een bepaalde keuze is geweest op een bepaald moment, dat dat anders had kunnen uitpakken. In zoverre kan denk ik het spelen van een game bijdragen aan het idee van het historische inleven misschien nog veel sterker dan dat andere media dat kunnen. En dat maakt het volgens mij des te interessanter in vergelijking met media als films of romans. En bovendien is het ook iets wat je niet alleen in games terugvindt. Het gaat om het idee van beleven, daarin een rol spelen. Dat zie je ook steeds meer in de toeristische sector waar ik net heel even over had. Er zijn steeds meer oorlogsmusea inderdaad die jou inderdaad niet gewoon maar een bezoek aanbieden. Nee, wat ze aanbieden, dat betitelen ze zelf als een experience, als een ervaring. Mm-hmm. Je wordt ondergedompeld inderdaad in het verleden, in de eerste helft van de jaren 40. Jij zou als het ware kunnen aanvoelen inderdaad wat de mensen destijds beleefd hebben. Ik ben er iets wat sceptisch in. Al was het maar inderdaad omdat die mensen inderdaad een half uur tevoren nog buiten stonden en een half uur later staan ze opnieuw buiten inderdaad, waar het toch allemaal aanmerkelijk anders uitziet dan in zo'n grauwe kelder uit, laten we zeggen, de hongerwinter die daar eens geconstrueerd is.
Maar het trekt wel ontzettend veel bezoekers. Het doet blijkbaar toch een zeker appel op wat mensen willen zien. Mensen willen niet meer zozeer, laat ik zeggen, passief kennis tot zich nemen door een tekst te lezen. Of dat nou een tekst is in een geschiedenisboekje op school, in een roman of inderdaad op een tekstpaneel in een museum. Maar mensen willen zich dat min of meer actief toe-eigenen. En ja, games en bepaalde museale presentaties en ongetwijfeld andere activiteiten bieden daar steeds meer de mogelijkheid voor. En dat kan betekenen dat daarmee inderdaad het idee van die oorlog, die enerzijds heel erg op afstand is komen te staan, omdat die toch al 60, 70 jaar achter ons ligt, weer enigszins veranderd, dat die toch heel erg dichtbij kan komen, ondanks die afstand in de tijd. En dat is op zich een hele intrigerende tegenstelling waar ik nog geen eenduidige conclusie aan kan verbinden, maar die ik toch heel graag verder zou willen onderzoeken. Ja, voor de duidelijkheid, u staat relatief aan het begin van uw leerstoel. Ja. Dus u gaat de komende jaren fanatiek films kijken, strips lezen en gamen. En als afsluiter kunnen we een kijktip meenemen. Wat is volgens u de beste film over de Tweede Wereldoorlog? Onbekend, bekend, maakt niet uit. Op dit moment zou ik zeggen De Untergang, inderdaad. Om allerlei Bruno Gans als Hitler. Ja, het idee inderdaad van Hitler niet alleen inderdaad als duivels en daarmee onmenselijk personage, maar gewoon als mens van vlees en bloed. Met toch wel zeer confronterende menselijke eigenschappen waar wij misschien meer van herkennen dan onszelf goed dunkt. We gaan hem voor die hem niet gezien hebben. Ik heb hem volgens mij uitgezet op een gegeven moment halverwege. Maar goed, ik ga hem nog een keer kijken. Heel goed. Hartelijk dank. Kees Ribbens. Dank.